Nou ja, bijna gratis dan. Je ziet hierachter dat ik vandaag een gratis e-book voor je heb. En dat komt naar aanleiding van de Manuscripta. De boekenbeurs die dit weekend plaatsvond. Omdat ik ook nog uitgever ben, uitgever van mijn eigen boeken. By the way, voordat ik nog meer aanbiedingen krijg om boeken uit te geven. Ben ik wel geïnteresseerd in de uitkomsten van die Manuscripta. Nou, wat blijkt. In Nederland worden 14,5 miljoen boeken verkocht. Soft en hardcovers, waarbij natuurlijk de grote auteurs het meest verkopen, de Harry Mulissen en consorten. En daar staat eigenlijk tegenover, er is ook een groot aanbod in boeken, natuurlijk ook internationaal, daar staat eigenlijk tegenover dat er maar een 100.000-tal e-boeken beschikbaar zijn. Dat valt dus tegen, dat valt zwaar tegen. Nederland lijkt niet zo'n e-boekland te zijn, althans het aanbod is er niet. Opmerkelijk is dat nu. Want bijvoorbeeld Amazon en Kindle, de e-book leverancier van Amazon, voor iedere 180 boeken e-boeken worden er 100 gewone boeken verkocht. Dus in Amerika ligt dat heel anders. Wat er wel gebeurt natuurlijk, is ook een verschrikkelijk groot illegaal circuit, net als in de muziekindustrie. Nou, om de e-book-industrie in Nederland een handje te helpen, bied ik vandaag een van mijn boeken aan als gratis downloadable e-book. En dat gebeurt dan met Pay with a Tweet. Wat dat is, als je de link volgt in de entry, dan wordt je dat snel duidelijk. Je kan het boek dan downloaden als pdf voor je e-reader of voor je notebook. Nou, er is ook nog een mogelijkheid, die bied ik ook aan, om je boek te downloaden voor je PDA, je intelligente telefoon. Weet, dan heb je wel een paar duizend pagina's erop staan, maar ja, dan heb je ook wat. Wat maakt nou dit e-book zo interessant? Dat is het feit dat het intelligent is. Intelligent, de hyperlinks in mijn boeken kun je gebruiken en je kan ermee online gaan. Je kan dus